zo ja daar zijn ja, daar we mee. We. de tweede ja de tweede update, update. de maandupdate ja. Ja. februari hoe is jouw bevaller? Uh, nou nou ging wel goed nou, dus uh, he? ja het is even... even wennen aan de camera maar, uh... maar die zien we vandaag niet meer nee we hebben geïnvesteerd in lampen dus we, we zitten met je ja, een oogjes uh, beetje... naar de schermpjes <laughs> te turen maar goed ja we hebben, we hebben natuurlijk feedback gekregen van jullie van, uh, vanuit de vorige video en daar, uh, nou, toen hadden we zoiets van: nou, misschien moeten we iets wat investeren in lampjes. Dan, uh, dan staan we er in ieder geval uh, goed en gekleurd op. En het geluid is beter. ja Als het, als het goed, goed is, is. Ja, we horen hebben we al, zelf natuurlijk niet. Ja, twee microfoons aangesloten nu. Ja. Dus uh, nou ja, goed, uh, uh, mijn kantoor wordt een, uh, een, uh, een studio. Ja, dat lijkt het wel een beetje op blauw ja. lampje mooi in, uh, in het hoekje achterin. Ja, nou, dat we zou we wel, hebben we wel we bijna vergeten. Hebben we, er, uh, we, we hebben er weer veel aandacht aan besteed. Nou. Aan. Ja, zo blijven we lekker, uh, lekker doorontwikkelen. Ja. Ook, uh, ook op dit vlak. Um, en ja, vooral ook gewoon, uh, gewoon vanwege de leuke feedback die we hebben gehad. Want het is gewoon mooi als je als je de, iets nieuws bedenkt en, en je maakt zo'n videootje. Hij komt online en je krijgt gewoon uh, tientallen. Nee, dan moet ik niet overdrijven. We hebben wel veel, uh, veel uh, leuke mailtjes en, uh, en, en, en tickets en berichtjes ontvangen ja. uh, van mensen die het gezien hebben. Sommigen vonden het iets te lang, sommigen zeggen het als. Perfect. Ik heb hem van voor, voor tot eind afgekeken en ik heb ervan genoten. Ja. ja, maar dat, dat zie je ook. Hè? Iedereen, iedereen kijkt er uh, ja, weer door een andere bril heen uh, ja. naar je video. Dat is. Uh, maar het timertje loopt nu, dus we gaan hem proberen zo op de 20 minuten te houden. Niet langer. Nou ja, goed. We uh, zitten, zitten nu op een tiende. Dus, uh... Oh, we hebben we nog hebben <laughs> tijd zat. Nou, we hebben een mooi lijstje, dus uh, we, we lopen er doorheen. Laten we van start gaan. Ja, we, uh, uh, even Kijk, we eens even naar de. De update is verlicht even. Ja, zo. Maar nou, we even. Want dan zien we. Steuningslijst. Uw. Even kijken hoor. Ja. 18 februari. Yes. Eigenlijk de, ja, de enige update van februari. Maar ja, dat komt natuurlijk vanwege die mega grote impactvolle update Bed and Breakfast. Nou ja, grote is hij niet. Maar uh, er zitten zoveel haken en ogen aan. En we moesten 100% zeker zijn dat hij goed werkte. En. Um... We hebben, we hebben ons ja, een beetje lopen haasten misschien, maar ook wel met, met met altijd het idee van we zetten hem echt pas live als hij goed is. Ja. Als hij niet goed is, gaat hij niet live. En um, nou ja, inmiddels staat hij live. Ja, uh, het is nu uh, weer dinsdag. Uh, de hele dag. Dus. Ja. De hele dag ja. Wellicht voor de kijkers niet. Uh, we hebben hem gisteren. Nee, vrijdag, hebben, vrijdag, we live vrijdag hebben we hem live gezet. Vrijdag. Ja. Toen en hebben toen, we hem nog uh, niet gepubliceerd. Toen zijn er een aantal van jullie uh, die hebben hem ontdekt. Ja, want inderdaad, voordat we de mailing er al, uh, er al uitstuurden, uh, waren er al uh, uh, best wel wat koppelingen actief. Volgens mij de, de eerste vijftien waren echt al in no time. Die zaten volgens mij te, de hele, de hele dag om te kijken of die koppeling live uh, kwam. Ja. ja, volgens mij waren het de veertien maandagochtend. Oké, okay. dus maakt maar niet uit, het scheelt er een. Ja, en toen heb jij de mailing eruit gegooid maandagochtend ja, en toen ging het hard. En, ja, het ja. is voor ons echt, echt, echt wel even een, een, een spannend momentje, want uh, hè, we hebben uitvoerig getest met een aantal klanten. Um, we hebben natuurlijk zelf echt de, de, de meest gekke capriolen uitgehaald om te kijken of er ergens een bukje naar boven kwam. Ja, maar toch als het echt live live gaat. Dan... Maar daarom doen we dat ook altijd gefaseerd, dat, dat is natuurlijk ook wel leuk om, om even te vertellen dat we dat we altijd in stapjes dat naar buiten brengen. Dus we gaan niet in één keer en een mailing en op op social media alles uh, alles aankondigen en nee. doen we ook steeds in, in een willekeurige volgorde. Vandaag is het pas op Facebook even gepost Maar ja. uh, dan merk je ook weer dat daar dan toch ook weer mensen naar kijken en uh, toch even snel weer die koppeling activeren. Ja, precies. Ja, zo doen we het gestaagd en, en hebben we niet in één keer een, een, een enorme load op onze servers, dus ja, ja, kunnen we het en, heel mooi spreiden. En je kan natuurlijk op het moment dat mensen toch even hulp nodig hebben of, of om de eerste, eerste tweaks, uh, want er zijn <laughs> natuurlijk ook alweer ja, wat dingetjes naar ja. voren gekomen, ja. uh, om die ook mee te nemen. Dan heb je daar ook gewoon een gelegenheid voor. Precies. Maar het is een mooie koppeling. Uh, het werkt goed, videootje ook erbij. Hè? Misschien kunnen we dat wel even laten zien ook. Uh, yep, instellingen, koppelingen. Breakfast. Als je hem activeert, wordt er meteen ook al aangetoond hoe je dan een uh, ja, bij video uitleg. Ja. Hoe dat dan allemaal werkt en waar je de code kan opvragen en zo. Ja, dat hebben we gelijk aangepakt om, om, om ja, natuurlijk ervoor te zorgen dat iedereen gelijk tijdig uh, kan gaan koppelen en dat wij uh, ja, niet enorm overlopen aan support. Maar Bed Breakfast was niet de enige, want we hebben meer, meer nieuwe koppelingen deze maand. Uh, ja, dan moet ik weer even, even terug naar de, de update-overzicht. Zo. Ja, het koppeling-overzicht, hè? Uh, ja, dat kan ook. Maar inderdaad, we hebben... Ik zie in, in ons lijstje staan twee andere Atravio. Ja. Die hebben we nog niet toegevoegd. Die kunnen we, die kunnen we toevoegen. Uh, die staat volgens mij. Nee die staat, nee, die staat op het lijstje klaar eigenlijk. Ja, dus die, gaat, die ja. gaat nou meteen weer even een vooruitblik naar, naar binnenkort. Die komt er binnenkort bij. Uh, um, we hebben BookiePly. Yes. Deze. En uh, we hadden er nog één: Origineel Overnachten. Oh ja, Origineel Overnachten. Dat was het: oh, Origineel Overnachten. Ja, dus beide op, uh, op iCall-basis. Dus uh, ja. zoals uh, ja, de, de, de meeste andere koppelingen: Buiten Booking en Bed and Breakfast. Uh, dus die synchroniseren de beschikbaarheid. Twee kanten op. Ja, en um, dat hebben we ook nog na de laatste update volgens mij gedaan. Dat is die, um, die iCall-annuleringen. Ja, ja, want uh, zeker bij Airbnb, maar ook nog wel regelmatig bij andere platforms, zien we nog wel eens een, uh, een storingetje. Ja. Een korte, uh, waarbij boekingen per ongeluk opeens geannuleerd werden. Ja, dat konden wij natuurlijk technisch niet zien, want wij kregen die boeking niet meer binnen nee. via de iCal Dus ons systeem deed gewoon automatisch uh, de gehele boeking annuleren. Maar ja, dat betekent ook dat je factuur uh, uh, weg is, ja. of gestoneerd. Of, of, of Nou je ja, je kijk, een, een iCal uh, is eigenlijk niks meer dan een lijstje van boekingen. En die krijgen wij steeds binnen en die, die uh, verversen wij. En als daar een boeking ontbreekt, ja, is dat voor ons gewoon een annulering. Ja. Ja, als die, uh, die, die OTA, zoals Airbnb bijvoorbeeld, een storing heeft en zij leveren die boeking dan niet meer aan, ja, dan is dat voor ons een annulering. Ja. Uh, dus die wordt geannuleerd, uh, alle data ben je kwijt, uh, uh, je krijgt er een notificatie van. Hebben we aangesleuteld, die notificatie krijg je nog steeds, want ja, we zien het natuurlijk nog steeds gewoon als een annulering. Uh, maar op het moment dat die storing voorbij is en hij komt weer binnen, dus hij wordt weer in dat ICOL-lijstje uh, weer zichtbaar, dan herstellen we die boeking. Ja. Dus alle data die daarin staat, de notitie, de gegevens van gasten, die wordt dan, wordt dan hersteld en komt dan gewoon weer, weer netjes in je kalender te staan. Dus ja, eigenlijk wordt er alleen nog maar een onterechte notificatie gestuurd. Verder merk je daar niks van. Nee, ja, alles wordt hersteld en dat, dat is het mooie van deze, van deze optimalisatie die we hebben doorgevoerd. En zo wordt de iCal-koppeling natuurlijk steeds stabieler. En het mooie daarvan is dat het een generieke koppeling is. Dus, dus die overal voor al die platforms die we al gekoppeld hebben op, op basis van iCal... Ja, dat je het is allemaal gecentraliseerd. Eh, ja, dat die allemaal de voordeel, voordeel hebben. Um, Even kijken, we hebben ja, nog meer. Ja, nog een hele mooie highlight. De kennisbank. Ja, kennisbank video's. Uh, zo ik je eentje laten zien? Nou ja, we kunnen hem niet afspelen, want dan gaat het gaat natuurlijk wanhopig mis met, uh, met de audio. Um, als ik hier naar uh, starten met mijn tourist ga. Je moest mij die tweede, onmatig boeking maken. Volgens mij stond er al een video'tje. ja. 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 Ja, we proberen steeds meer video's toe te voegen aan onze, onze helpdesk-artikelen. Of kennisbankartikelen, hoe je het ook wil noemen. Um, um, yeah. Ja, vol, volgens mij uh, voegt dit ook wel heel veel toe. Vooral voor nieuwe gebruikers. Die, uh, ja, het is niet alleen naslag, maar ook gewoon voor nieuwe gebruikers die willen weten. Waar moet je op letten? Hoe kun je koppelingen leggen? Hoe werken bepaalde dingen? Uh, ja. Tekst is toch vaak wat minder duidelijk, uh, spreekt wat minder. En als je het in de videoetje ziet, dan is het meteen veel helderder. Dus, nou ]zelf. ja, je kan pauzeren. Dus je, ja. zet, je zet hem even in een ander tabblad en je pauzeert hem even. Je doet die acties mee. Vervolgens klik je weer op, op play. En, en je gaat dat proces verder. Dus je kan in dit geval samen met jou door een proces heen. En je kan hem zo vaak bekijken als je zelf wil. Ja. Dus we zijn daar volop mee bezig. Ik denk dat de eerste 20 video's ongeveer dan nu staan. 3 of 24. Oké, okay, nou, netjes. Ja. En, en dan gaan we alleen nog maar verder uitbreiden. Uh, ja, op dit moment zie je vooral mij uh, naar voren komen in die video's. Ja, maar het is natuurlijk het doel dat we gewoon eigenlijk elk kennisbankartikel wat je kan vinden in ons systeem, dat dat uh, wordt voorzien van een filmpje. En uh, dat zal je zo meteen gaan zien. Misschien heb ik hier op deze. Ja, hier. Dan zie je ook inderdaad een rood icoontje van hé. Hey, dit artikeltje heeft een video. Ja, ja. ja, we, ja we hebben al, al de vorige keer ook al even, even aangehaald. We gaan ja. dit jaar gewoon veel meer met content doen. Uh, daar zijn hele leuke ideeën voor. Dit is ook, dus eentje van. Dus we hebben de maand updates, we hebben die kennisbankvideo's. Ja. Uh, die kennisbankvideo's gaan we ook nog omlijsten in een soort van cursus. Zijn we op de achtergrond bezig, zeker voor nieuwe gebruikers, dat je echt in chronologische volgorde ook uh, je account kan inrichten? Ja. Dus zo proberen we steeds beter uh, in te spelen op, op uh, wanneer ontstaat een vraag, uh, hoe ontstaat die? En de volgende stap is ook dat we de video op de juiste positie al tonen op, uh, in, in, in het account, zoals ja. bed and breakfast. Hè? Ja. Als je als je met nu koppelt, dan, dan zie je meteen ook al het videoetje die daarbij hoort, of je niet eerst nog in de kennisbank te zoeken. Te zoeken. Nou, daar gaan we ook steeds meer uh, naartoe. Ja, um, ja, weinig aan toe te voegen eigenlijk. <laughs> ja. Even ja, kijken, hebben, hoor. Hebben We hebben eigenlijk nog één, uh, één dingetje openstaan. Nou, nee. we hebben natuurlijk nog een aantal kleine quick, quick fixes gehad deze maand. Die hebben we natuurlijk gewoon meegenomen. Ja, uh, die staan nog niet live, die, uh, ja, die komen denk ik. Ja, uh, een paar staan live worden. volgens mij. Volgens mij staan die ook in, in, de, in die 18 februari update. Maar dat komt ja. er inderdaad nadat we deze video opgenomen hebben. kom nog even een, een quick fix lijstje. Dat ja. komt er uh, ja. in het beetje. Oké, okay, nou ik denk dat we dan gelijk uh, door moeten pakken naar komende maand, want we zitten inmiddels al op ruim 11 minuten. Gaan we redden. Oeh. Nou, uh, komende tijd, ja, uh, we zijn bezig met het Smart Hotel. Ja, vorige uh, keer al aangekondigd. Uh, ja. Nu hebben we de handjes vrij in ieder geval om, om van Bed Breakfast ook wat meer focus op Smart Hotel te, te richten. Nou ja, uh, veel van de techniek komt overeen. Ja. Maar nou is net elke uh, channel is net weer iets anders. En uh, natuurlijk het testen vergt heel veel tijd. Dus ja, uh, we zijn ermee bezig. Uh, smart Hotel is uitgebreider dan Bed Breakfast. Nijft meer naar Bookie.com. Ja, de, 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 en, met en name op weer... prijsprofielen gebied. Ja. Uh, ja, dat, dat, dat is niet binnen nu en, en de komende maand, uh, maand update-video klaar. Dat, dat uh, nee. daar weet, daar weten we inmiddels eigenlijk wel, want er zit gewoon best wel. Al met al zitten daar nog gewoon best wel wat ontwikkelingen in. Ja, wellicht kunnen we ook wat meer gaan vertellen hè, op dat moment. Dus in de volgende maandelijkse update. Hoe ver we staan dan, en, uh, en ja. wat we verwachten misschien. Maar het is, het is ja, je kan het nu nog niet zeggen. Dat is... Nee, maar we halen het gewoon de, de komende video's steeds aan. Dan kunnen we ook even, uh, even de kijkers bijpraten over de ontwikkelingen. Ja. En uh, ja, dan, uh, dan komt hij uh, op de die vanzelf uh, online. Precies, nou dan hebben we. Um, ja, update met quick fixes. Uh, na een periode van veel nieuwe functies, hebben we er bewust opgezet. We hebben natuurlijk um, ja, de, de, de afgelopen periode echt wel heel veel uitgerold, heel veel nieuwe functies. En um, ja, het is eigenlijk nu even tijd om een stapje terug te doen. En eerst even goed naar de huidige functies te kijken en uh, de feedback te verwerken. Ja, nou ja, we kunnen alles bouwen wat we willen, maar uiteindelijk, de gebruikers die, doen het, uh, die werken ermee in de praktijk. En daar komt feedback uit en dat daar ja. dan moet je dan wat mee doen. Ja, dan kunnen we wel door blijven stomen met bijvoorbeeld alleen maar Smart Hotel. Um, maar we moeten natuurlijk ook echt wel even heel goed kijken naar de huidige techniek die er staat en de feedback die we daarvan ontvangen hebben. Ja. En dat moeten we gaan verwerken. Dus dat, uh, dat staat ook zeker komende maand. Uh, ja, dat, dat is bij, elk, bij elk verzoek is dat natuurlijk een. Uh, moet je daar een beetje een balans in vinden. Je hebt, je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je issues, verzoeken, bukjes die uh, ja, in het quick fix lijstje horen. Ja. En aan de andere kant heb je toevoegingen en uitbreidingen. Het is niet altijd zo dat een uitbreiding minder prioriteit heeft dan een bug. Je zou zeggen van wel, maar dat is niet altijd zo. Nee. nee. Klopt. Dus, dus het, het, het afwegen daarvan, dat is eigenlijk nog het meest lastige. En ja, daar proberen we iets meer een balans in te vinden door ook wel iets meer ruimte te creëren om juist de kleine dingetjes uh, ja, recht te trekken, te verbeteren. Ja. Van alles inderdaad wat we afgelopen jaar eigenlijk wel, wat we, wat we ontwikkeld hebben. Nou ja, we hebben af en toe gewoon een, een, een periode dat we echt even heel goed terugkijken op de software. Omdat anders gewoon ook inderdaad die issues veel te lang blijven liggen. Ja. ja, dus dan blijft feedback uh, um, um, te lang opgehoopt op een stapel liggen. En dat, ja, dat, dat schiet niet op. Ja, kijk, wat soms jammer is, is dat je die kleine updatejes, uh, die zijn aan de ene kant heel, uh, heel belangrijk. Uh, gebruikers merken dat vaak minder dan, kijk, zo'n bed en breakfast koppeling. Ja, ik weet Zij zeker ja, dat groot. dat... Ja, nee, ja. daar wordt, ieder, dat wordt over, over, over gesproken aan, 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 de, aan de tafel, s'avonds tijdens diner, met ja. mensen. Ja. Uh, maar een, uh, uh, ja, op het moment dat er, dat er hier een, uh, een, een knopje aan de andere kant wordt, uh, wordt geplaatst, of, uh, of een knopje die niet werkte, doet het nu opeens wel. Ja, heeft, heeft voor de gebruiker natuurlijk niet zo heel veel impact. Maar het is wel belangrijk, want als je, dat, uh, als je tien knopjes hebt, dan wordt het vervelend als die niet werken. Zeg maar. Dus het blijft belangrijk om, om daar gewoon heel veel focus op te houden. Ja. Alleen soms heb je een hele waslijst dan kleine dingetjes ben aan het doorvoeren en, uh, en dan denk je achteraf ja, het is, het is een mooie update, maar een gebruiker merkt er weinig van. Nee, nee, ja, goed. Dus, ja we hebben wel eens een, echt een hele update log met, met 30 of 40 tal issues die we weggewerkt hebben ja, en die, 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 die lijkt heel impactvol, maar eigenlijk per individuele issue is het maar ja, een, ja. Een, een fractie, iets kleins. Focus moet daar in ieder geval natuurlijk ook op liggen. Dus uh, een goede balans daarin is belangrijk. En de ja. komende maand gaat daar wel een klein beetje uh, wat meer de aandacht naartoe, zeker nu na zo'n grote update van Better Breakfast. Uh, ja, moeten, moeten we ons een klein beetje ook verplaatsen in dat soort dingetjes. En dan, uh, ja, zijdelings uh, Smart Hotel en dan, uh, Precies. dan gaan we verder weer zien. Oh, Patrick, we zitten op 16 minuten. Oh, nog vier want we hebben nog oh, ja. eentje. Oh, dan gaan we redden. <laughs> <laughs> um... Ja, want Even ook, ook daarna uh, die, die kleine dingetjes en, en, en het niet zichtbaar uh, uitrollen of, of updates uitrollen die niet zichtbaar zijn voor gebruikers, daar hoort, uh, hoort het volgende item ook een beetje bij. Uh, en dat is een stukje administratief beheer. We hebben, gebruikers zitten in MyTours, die werken daarmee, uh, zien alles wat, wat het systeem te bieden heeft. Maar achter dat systeem, daar zit, daar zit nog heel wat achter <laughs> natuurlijk. Het ja. is iets wat je, wat je niet ziet. <laughs> Maar wij moeten op op bezoeken kunnen reageren. We moeten de kennisbank kunnen vullen. Bijvoorbeeld als wij een videootje posten, moet er we wel een, een systeempje zijn waarbij we dat videootje kunnen toevoegen. Ja. Um, nou ja, het, het, het over het algemeen inzicht te genereren over tickets. He, waar gingen ja. de tickets over? Hoe lang heeft die open gestaan? Um, we, we proberen zoveel mogelijk data te verzamelen, maar dat moet ook ergens verwerkt worden. Ja. Dat moet ook ergens op een back-end, noemen wij dat dan, ja. he, waar, waar we dat overzichtelijk kunnen zien. Hé, hey, um, um, we hebben deze vragen nou al zo vaak beantwoord. Oké, okay, dat bepaalt natuurlijk mede de prioriteit van een, van een, van een, van een issue. Monitoring. Wat gebeurt er op het platform? Hoeveel gebruikers zijn er ingelogd? Zien we bepaalde vreemde, vreemde dingen gebeuren? Um, ja. um, abonnement beheren Nou en dat is inderdaad eigenlijk waar we de komende periode ook, ook uh, op gaan focussen Dat je zelf je abonnement ook kan beheren uh, functie die natuurlijk nooit gebruikt gaat worden Maar dat je ook je abonnement kan opzeggen Nee, nee, nee dat, dat, uh... Uh, maar, uh, Upgraden <laughs> En voor nieuwe klanten natuurlijk het abonnement activeren uh, Ja, dat, dat is nu allemaal nog handmatig Ja Ja, dat gaan we allemaal uh, automatiseren Nou ja, en het, en het gelijk betalen het, hè, dat je met, met Ideal kan betalen. bijvoorbeeld. Ja, ja nou, en natuurlijk gewoon alle groepen focussen om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de gebruiker. Ja. Uh, duidelijk, want dan krijg je daar ook nog wel steeds meer vragen over. Maar ja, dat is een beetje het, het verhaal van de Hovenier, hè? Uh, Tel. Bij, bij de behanger thuis hangt de behang los. En, en bij de Hovenier, die heeft zijn tuin eens uh, een groot bellen. Ja, oké. Okay, yeah. en, en bij ons uh, is, is het achterliggende systeem heeft minder aandacht dan, uh, dan de voorkant, waar de gebruikers in zitten te werken. Nee, dat is. Dus, ja. dus ook daar zie je wel dat je hebt de app, de, de tool, hè? En, en daarachter zit nog van alles waar, uh, uh, ja, waar, waar het een en ander door aan gesloten kan worden. Wat nu aan matig gaat en wat gewoon geautomatiseerd moet gaan worden. Ja, er moet veel meer geautomatiseerd worden. Want ja, goed, ik, ik ga dat zeker niet op het scherm laten zien, maar het, het mag wat aandacht gaan krijgen <laughs> de komende tijd. Ja. En um, het, 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 het werkt fantastisch, maar het is niet um, altijd even gebruiksvriendelijk van ons aan de achterkant. Je wil, je wil klanten ook snel kunnen helpen, goed kunnen helpen. Ja. Terug kunnen zien wat is er in het verleden allemaal gebeurd Zodat je echt goed kan anticiperen op wat er allemaal in de platform speelt. Ja, precies. Maar dat is, het is niet per definitie gelijk een update voor de komende maand. Dat is over een langere periode. Dat is uh, ergens, heb ik heb misschien in mijn hoofd, dat we dat ja, tot en met de komende zomer ergens uh, gaan aanpakken, denk ik. En dan denk ik dat we er zijn. Uh... We hebben nog. 40 seconden. Oké, okay, we, nog... we... 40... Heb, je nog... Heb je nog een mop? Nee, ja, ik, ben heel, <laughs> ik ben heel slecht in moppen. <laughs> nee, dat sluit hem af voor deze maand-update, uh, ja. denk ik. Um, dan zien we Weet... jullie volgende. Weet je nog? Want... Je moet op einde klikken en dan op stop met opnemen. Ja, het is even nieuw natuurlijk nu. Uh, uh, even, we hebben het weer even aangepakt en een ander, uh, ander trucje toegepast. Even kijken hoor. Weet je nog welke tip ja, je moet ja, hebben? Ja, ja, ja. Dat het is, gaat, voordat het gaat we dat doen we het zeggen in ieder geval... Oh, tot... die? Die? Oh nee. Nee, nee, wacht even. Was hem wel. Oké, okay, nou. Nee, maar uh, dat sluit hem af. En ja. dan uh, zien we jullie de volgende maand weer. Yes, tot de volgende. Yes.